Na ruim 350 jaar zijn ze weer even thuis. 63 Hollandse meesterwerken uit de Gouden Eeuw. Waaronder 6 topstukken van Rembrandt. Het is nationaal erfgoed wat je opeens van heel ver terughaalt in Nederland. En dan het gevoel dat die schilderijen eigenlijk heel lang zijn weg geweest. En even terugkomen in die stad waar ze zo'n 350 jaar geleden zijn gemaakt. Dat geeft wel een bijzondere romantiek. KLM vervoert een aantal van deze schilderijen. Dit soort topstukken, ja, dat doet wat. Hè. Dat doet wat met Nederland. Het zorgt ervoor dat we met kleur op de wangen naar een museum gaan. En als je daar als KLM Vracht een rol in kunt spelen, ja, dan vervult ons, mij, maar ook de collega's dat met grote trots. Het vervoeren van bijzondere vracht is KLM niet vreemd. Eerder haalden zij de panda's en de T-Rex van Naturalis naar Nederland. Het vliegen met topkunst gebeurt wekelijks. Nu anders dan in 1956. De zorgvuldig verpakte doeken stonden opgesteld in de cabine voor de passagiers. Nou, die tijd ligt achter ons. Je moet zorgen dat die topstukken met de conditionering die daarbij hoort, of het nou op temperatuur is of op vochtgehalte, dat het echt helemaal goed gaat. En als wij daar als KLM, nationale vervoerder in dit land, een rol in kunnen spelen, dan doen we dat met zeer veel plezier en trots. Je merkt ook een beetje met deze tentoonstelling, ben je bezig met Hollands erfgoed, Hollandse trots. En het is eigenlijk ook wel heel erg leuk om met die maatschappij te werken die ook een klein beetje dat trotse gevoel in Nederlands oproept.